Voorzitter, ik heb lang nagedacht voor ik deze woorden schreef. Want eigenlijk was ik iets heel anders van plan. Ik wilde zoals te doen gebruikelijk u en uw Kamer voor de zoveelste maal proberen te overtuigen met rationele en wetenschappelijk onderbouwde argumenten van het krankzinnige karakter van de dystopie die ons kabinet in steeds hoger tempo over de geteisterde Nederlandse bevolking in lockstep en opvallend synchroon met vele andere landen overal ter wereld uitrolt. U bent straks verantwoordelijk voor een medische apartheidsstaat, compleet met eerste en tweede rangs burgers, met als voorgewende reden een beestje dat net zo afschrikwekkend is als het eerste en beste verkoudheidsvirus. Hoe vaak hebben we hier niet gestaan, voorzitter, om te debatteren over niet werkende mondkapjes, over niet werkende avondklokken, over de effecten op de jeugd en de ondernemers die het niet meer zagen zitten, de zelfmoorden en de faillissementen. Over niet werkende maatregelen zoals sluiting van de horeca of de anderhalve meter. Uw Kamer luisterde niet, kletste eroverheen, zat in klappers of op telefoontjes. En ook nu, deze nachtmerrie, deze contagion griezelfilm tot zijn hoogtepunt komt. Nu het kabinet werkelijk het gore lef heeft om Nederland om te vormen tot een apartheidsstaat, blijft iedere realiteitszin, iedere moed bij uw Kamer uit. Excuses, interruptie van de heer Heijink, SP. Ja, dank voorzitter. De heer Baudet spreekt over medische apartheidsstaat. De behoefte om zich te associëren met allemaal foute regimes, dat zit heel diep bij Forum, medische apartheidsstaat. Ik zou de heer Baudet willen vragen, vindt hij, omdat hij dus vindt dat gevaccineerden en niet gevaccineerden in een vorm van apartheid naast elkaar komen te staan, vindt Forum voor Democratie, vindt de heer Baudet, dat er ook situaties denkbaar zijn in een samenleving waarin groepen mensen op basis van hun gezondheidsstaat, verschillend worden behandeld in verschillende groepen worden geplaatst? De heer Baudet. Dit zijn van die theoretische discussies waar dan ongetwijfeld nog iets achter de hand is of uit de mouw kan worden geschud. Waar we het over hebben is niet een theoretische discussie. We hebben het over een heel concrete, hele reële situatie waar mensen zometeen in Nederland, als dit doorgaat, of vanaf 25 september in twee verschillende kampen worden geplaatst. De mensen die zich hebben laten injecteren met experimentele gentherapie en de mensen die dat weigeren te doen. De mensen die accepteren dat de overheid met een QR-code de totale controle over ons leven krijgt en de mensen die dat niet accepteren. Dat is apartheid, dat is eerste rangs en tweede rangs staatsburgers en dat zullen wij nooit accepteren. De heer Heijink. Ja, ik wil met de heer Baudet even een jaar terug in de tijd. Toen zijn collega Hedema en ook de heer Baudet heeft die voorstellen gedaan. Toen zijn er in deze zaal en de vorige zaal voorstellen gedaan door Forum voor Democratie om een tweestromen samenleving in te richten. Om een samenleving zo in te richten dat mensen met een kwetsbare gezondheid zich zouden isoleren van mensen met een gezond lichaam. Die zouden kunnen doorgaan met leven zoals zij willen. De heer Hedema destijds die sprak van een omgekeerde lockdown. Er zijn door Forum voorstellen gedaan of niet onderzocht moest worden of de aparte treincoupés moesten komen waar kwetsbare mensen dan in zouden kunnen gaan zitten. Aparte treincoupés, zodat zij ze konden afzonderen van de mensen die graag wijnproeverijntjes blijven drinken. En ik wil de heer Baudet vragen, als hij spreekt over apartheid, medische apartheid, wil hij dan ook eens even terugdenken aan de tijd dat hij zelf hier een regime voorstelde waarin tweedeling de norm werd, waar kwetsbare mensen apart werden gezet van mensen met een goede gezondheid. De heer Baudet. Ja, dus in de eerste plaats waar ik op doelde toen ik daarover sprak, dus helemaal in de begintijd, toen ik zelf nog niet doorhad wat een grandioos bedrog dit hele coronaverhaal is, toen heb ik een grote fout gemaakt door voorstander te zijn voor korte tijd van een lockdown. Daar heb ik spijt van. Ik wist op dat moment niet dat we zo ongelooflijk in de maling werden genomen. Ik heb dat pas later heb ik dat doorgekregen. En vervolgens heb ik een aantal suggesties gedaan hier in de politiek om daar op een geordende manier, gecontroleerde manier uit te komen. Ik heb nooit iets voorgesteld, wat de heer Heijink mij hier in de mond legt, dat ik mensen wil verplichten om in andere coupés en dat soort zaken te gaan zitten. Wat ik heb gezegd is, er zijn mensen in Nederland en die zijn bang. Kunnen we niet allerlei dingen aan hen aanbieden
terwijl we de rest van het land opengooien. Dus wat ik heb gedaan is naar allerlei manieren gezocht om zo snel mogelijk weer open te gaan, waarbij de mensen die nou eenmaal bang waren, dingen aanbiedt. Bijvoorbeeld boodschappen die kunnen worden thuisbezorgd, inderdaad speciale ruimtes in het openbaar vervoer waar ze kunnen zitten met afstand als ze dat graag willen. Dat soort dingen allemaal. Maar dus op geen enkele manier een verplichting of andere rechten. Integendeel. Dank u wel. U vervolgt uw betoog. Is het, meneer Baudet, duidelijk? U vervolgt uw betoog. Ja. Bijna werktuigelijk rubberstampt u als Kamer en u als kabinet Nederland regelrecht een hel in, waarbij 1984 verbleekt. U ziet schouderophalend toe hoe binnenkort vele miljoenen QR-slaven een stoplichtleven tegemoet gaan, waarin de overheid bepaalt onder welke voorwaarden en op welke momenten ze even mogen doorleven als hun app voor een moment op groen staat. U ziet achterloos toe hoe er een legioen onaanraakbaren ontstaat. De ongeprikten, de QR-weigeraars, de wappies zoals u ze waarschijnlijk schamper noemt, die stoïcijns weigeren om mee te doen aan uw medische experiment met een verplichte en ongetwijfeld oneindige serie injecties. Ik weiger nog langer op dit onderwerp vandaag u en uw Kamer te proberen te overtuigen van het abjecte waanzinsoffensief, waar het kabinet, duidelijk aangestuurd door het World Economic Forum, de Wereldgezondheidsorganisatie, Bill Gates enzovoorts, mee bezig is. Omdat u, en dat doet me pijn om te zeggen, er blijkbaar bewust voor kiest om er vol aan mee te werken. Tegen alle beter weten in. Misschien dat een enkeling onder u wat foppositie veinst op detailniveau, maar uiteindelijk gaan alle partijen die ik hier voor me zie gewoon tekenen bij het kruisje. Het kruisje, het kruis waaraan Nederland wordt opgehangen. Dat weet u, dat weet ik en dat weet Klaus Schwab, die zoals we hoorden van Rutte de debatten in Nederland op de voet volgt. Nee, voorzitter. Wilt u, dit is alles, is de minister-president en graag via de voorzitter. Ja. Dus we weten van de heer Rutte, de minister-president, dat Klaus Schwab de debatten op de voet volgt. Nee, voorzitter, dit alles overwegende richt ik me vandaag niet tot u, tot de Tweede Kamer der Staten-Generaal, maar via u, mevrouw de voorzitter, direct tot de Nederlander. En dan specifiek tot de vele miljoenen die zich niet hebben laten hypnotiseren door avond aan avond angstporno op paniek televisie en radio te bekijken en te luisteren. De vele mensen die twijfelen aan het officiële narratief. De mensen die bovenal vrije burgers willen blijven en zich niet willen laten kortwieken als kippen in een legbatterij door boer Hugo en zijn vredeknechten. Vrije mensen van Nederland. Forum voor Democratie is er voor jullie. Ik ben er voor jullie. Wij zullen, wat er ook gebeurt, blijven strijden voor jullie vrijheid en voor onze vrijheid. We zullen die stevige maar eenzame ankerpaal zijn waar jullie aan kunnen leggen. Die kroeg waar we vrij kunnen praten, kunnen lachen en elkaar kunnen omhelzen. Zonder ziekmakende mondkapjes of QR-codes. Iedereen die de vrijheid lief heeft, die zich niet neerlegt bij deze waanzin, is welkom bij ons. Als wij uitgesloten worden van de maatschappij, dan maken we het zelf wel gezellig. Omdat wij Nederlanders een trots volk zijn. En geen slaven van een systeem waar niemand van ons voor heeft gekozen.